tante Truus is op visite. Ja. En tante Truus heeft twee meisjes meegebracht. Twee kleine meisjes. Ze heten Boem en Pum. En ze zijn nog niet zo groot als Jip en Janneke. Wil je mijn pop zien? Vraagt Janneke. En ze komt met poppen Jans aandragen. En wil je mijn hondje zien? Vraagt Jip. En hij sleurt Takkie door de kamer. Maar Boem en Pum zijn zo vreselijk verlegen. Ze zeggen niets. En voor Takkie zijn ze een beetje bang. Ga je mee in de tuin spelen? Vraagt Janneke. Maar ze zeggen niets. Zal ik eens op mijn hoofd gaan staan? Vraagt Jip. En hij gaat op zijn hoofd staan. Tegen de piano. Pum en Poem vinden het wel mooi, maar ze zwijgen nog steeds. Kunnen ze niet praten? Vraagt Jip aan tante Truus. Natuurlijk wel, zegt tante Truus. Maar ze moeten eerst een beetje wennen. Een beer, roept Pum ineens. Ja, een beer, zegt Poem. En nu gaan ze praten. Ze vinden de beer zo mooi. En ze willen wel in het wagentje zitten. Met de beer. En Jip en Janneke trekken het wagentje. Eerst door de kamer. En dan door de tuin. En dan weer terug in de kamer. Fijn, hè? Gillen Pum en Poem. Zie je, zegt tante Truus. Het ijs is gebroken. Wat voor ijs? Vraagt Jip. Hij kijkt rond. Waar er ergens ijs is. Dat noem je zo, zegt tante. Dat betekent dat ze niet meer verlegen zijn. En dan gaat tante weg. En Pum en Poem moeten mee. Ze willen niet. Ze willen in het wagentje blijven. En ze zetten een keel op. En ze willen ook de beer niet loslaten. Weet je wat? Zegt Jip. De beer mag een poosje met jullie mee. Die mag bij jullie logeren. Een week. Dat vinden Pum en Poem erg heerlijk. En nu gaan ze braaf mee. Met hun moeder. Ze zullen Beer toch niet houden, hè? Vraagt Jip, angstig, als ze weg zijn. Ik weet niet, zegt Janneke. Dan roep ik de politie. Zegt Jip boos. Jongen toch, zegt moeder. Wat onaardig. Het zijn zulke kleine meisjes. Wees maar niet bang. We zullen ze weer op visite vragen. De volgende week. Dan vragen we ze met de beer, hè? Ja, met de beer. En
dan is Jip gerustgesteld.